Ik ga laten zien hoe je een pasteitje maakt. In mijn kookboek staan vleespasteitjes. Ik ga nu een vegetarisch pasteitje maken met een vulletje van feta en verse kruiden. Ik heb een deegje gemaakt, een mozzarella deegje, dat ook in het kookboek staat. Dat heeft even een tijdje liggen rusten. En dan gaan we nu eerst een plakje deeg uitrollen. Wat eigenlijk belangrijk is met die pasteitjes zijn twee dingen. Het deeg moet niet te dik zijn. En het deeg moet goed sluiten, anders gaat het pasteitje lekken. En dat is gewoon jammer. Nou, dat gaan we dus nu even uitrollen tot een dikte van 2-3 mm. Dat vind ik al dik genoeg. Zo, dat is een malletje. Je kan het ook met een kopje doen. Dat maakt allemaal niet veel uit. Zo. Hier pakken we nu even een je moet ook niet te veel vulling erin doen. Dat kan ook een probleem opleveren. Nou, dat is mooi rond. Zo, dan gaan we even omklappen. Druk hem een beetje aan. Dan kan je kan het op twee verschillende manieren doen. Je kan een vork pakken en die kan je helemaal mooi, dat zal ik even laten zien. Aandrukken. Maar met die vork, daar zijn ook wel twijfels over of hij echt goed gesloten is. Dus gaan we nog even een andere methode laten zien. Dat is de volgende methode. Dit is heel makkelijk natuurlijk, dit kan iedereen. Dit kan trouwens iedereen, maar dit is nog echt iets handigheidje. Zo. Oké, nou maken we weer. Vul ik in het midden. Zo. Nou, en dan gaan we het een rolmethode doen. Dus je legt hem zo neer. Drukt een beetje aan. En dan pak je de onderkant. En die leg je dan over de bovenste heen. En dan, terwijl je omdraait, verplaats je je eigenlijk naar de volgende rand. Je maakt eigenlijk de onderkant, rek je een beetje uit. Dat je meer een soort bakjesvorm krijgt. Dan snap je eigenlijk ook al, dan kan die vulling er niet zo goed uitlopen. Dus dit is nou, de iets bewerkelijke methode. Maar er zijn tegenwoordig, al vrij lang, zijn deze malletjes te koop. Dit is denk ik 1,50 of zo. Die heb je in allerlei verschillende maten. Ik heb grote en hele kleintjes. Daar kan je ravioli's ook mee maken. Dit is het allersimpelste. Dan ga je daar ook even, laten zien hoe dat werkt. Een net plakje. Je moet altijd die plakjes, als je zo'n malletjes maakt, pasteitjes maken gebruikt, moet je dat plakje altijd ruim nemen. Dus groter dan het vormpje. Zo, leggen we het in het vormpje neer. Dan gaan we nu een beetje vulling in doen. Hier moet je vooral oppassen dat je niet te veel vulling gebruikt. Want als je te veel gebruikt, dan gaat het er hier uitkomen en dan krijg je het niet meer los. Nou, dan druk je hem heel goed aan. Zo, dan snijdt hij eigenlijk al min of meer het deeg los. Kijk hier, dat gaat heel makkelijk. Nou, hoppa. Perfect. Nou, kind kan er wassen.